niet dat we natuurlijk wel een hele andere motor, een hele andere combinatie te maken hebben. Maar we hebben 106 natuurlijk ook een 100% kale zinslinde in de strijd kunnen gaan inzetten. Ik zei je weet dat we dus hier ook meer verstaan. Ik wil er nog aan mee de 100% betekent dat daarmee in ieder geval de Landini aan deze zijde voor de hyperslee binnen. Goed, betekent dat dat ook gaat gelden straks voor de drugs. Een aantal... Oh, en wij in ieder geval Wouter daar een eerste... opslag zien maken, ofwel in deze klasse ook het maximum toerental op 2700 ligt, maar natuurlijk hier komen we nog over aan de verbinding is, dan zou ik een tijdje lager moeten, dat in de eerste straks zetten. Als eerste deze Landini, de 89-90, de Evolution zoals genoemd, die daar iets eventjes het nodige aan de remmende werking van de sleepwagen in zich krijgt, maar wel een hele mooie af. En met alweer een Landini. Nu gaan wij recht over de midden en die Landini die stort heel snel in elkaar op dit moment. Betekent dat daarmee de ene Landini natuurlijk keurig netjes de eer laat aan de andere Landini, waarmee natuurlijk het nodige aan indrukken. En er is eerst een finale gereden wordt. Oh, heb ik een idee. Alles in het kader natuurlijk van de opnames voor het televisieprogramma PK van de KRO. Dat vanaf 24 mei, s'avonds om 11 uur, 6 afleveringen lang, dinsdag en donderdagavond, op Nederland 3, dus voor iedereen te ontvangen, op een scherm komt. Een dame gewend aan de racerij op het circuit. En hier dus op het trekker staan. En het is een plaatje van een combinatie zo, absoluut. En die trekker is ook leuk. Je ziet voor boven het stuur een camera staan, oftewel of dat de lady ook smilt tijdens de trekpoging. Alles wordt gefilmd. Laat de ketting rustig aan strak getrokken worden. En het is natuurlijk, ik vind het een ontzettend mooi initiatief van de heren van het Landini-team. Die zeker natuurlijk niet
laat ik zeggen, op een dusdanig financieel niveau opereren dat daar weet ik veel wat van verwacht moet worden. En nu, ja, gaan wij optoeren, ketting straks zetten. Jongens, moeders, eens even aan, want we komen hier niet allemaal uit de doos. Even Shara in premier. Hey, eerst met de ketting strak. We moeten even rustig aan. Sjaan met zijn jaren levenservaring. Even rustig aan uitleggen. En het zit hem helemaal niet in het feit dat het een dame is. Absoluut niet. Het valt wel op dat iedere boodschappenauto wel parkeersensoren heeft. Dat wel. Maar wij in ieder geval eens even rustig aan. Wij moeten even het verschil, of even het gevoel bij het koppelingetje en even het gevoel bij het toerental hebben. Dat is haar wel duidelijk te maken. Ja. Stoken. Hangen. Ja. Het lijkt allemaal zo makkelijk. Ja. Oh. De beest gegeven. Ja, oké. Er zit voorin in de neus, er zit ook nog een beetje. Ja, ik denk als je het vaker doet, dat het dan wat makkelijker wordt. Dus. Dat, in hoeverre ben je zelf bekomen van het virus, Shaila? Zeg je van, ik zou er nog wel een rondje willen, maar dan ga ik een andere doen, of dat er nog iemand zijn trekker beschikbaar stelt? Ik denk dat niemand meer zijn trekker beschikbaar wil stellen. Laten wij eens stemmen in Koenenburg!